Ondertussen kennen wij ook de puntenverdeling aan het tweede Primus checkpoint. Je weet dat dat de passages zijn waar punten toegekend worden in het klassement voor de meest strijdlustige renner. En daar is wel degelijk Alfons Vermoten als eerste voorbij gekomen. Hij strijkt daar meteen 13 punten op. En we gaan straks wel eens een keertje een voorlopig klassement opmaken voor wat die Primus checkpoints betreft. Eerst en vooral kijken naar de doortocht van de vier kopmannen. Op twee plaatselijke ronden van elk 35 kilometer voor het einde. Laurens, Alfons Vermoten en Dieter Uitensprot passeren op de wandelaar, passeren aan de streep. De chrono loopt vanaf nu op mee om het actuele tijdsverschil te weten te komen tussen de vier vroege vluchters. Ze zijn al aan hun avontuur begonnen na 2 kilometer in deze rit. Net bij het buitenrijden van Locristi ging Laurens de Vreese als eerste in de aanval en hij kreeg meteen 3 pionnen mee, wat resulteerde in een vroege vlucht waarvoor 4 renners getekend hebben in deze etappe. En ze hebben nog steeds een vrij mooie voorsprong op dat peloton dat zometeen ook hier op de wandelaar wordt verwacht. In de verte hebben wij zicht op de laatste bocht en daar op dit ergste ogenblik, dames en heren, verschijnt het peloton. Zij draaien linksaf langs de kustlijn. In de verte zien ze ook al de streep liggen. Ook voor het peloton straks nog 2 lokale ronden van elk 35 kilometer. We zitten dus op een 70-tal kilometer voor de finish in de openingsetappe van deze Balwaze Belgium Tour 2013. Peloton dat de voorbije kilometers aangevoerd werd door het Lotto Pedisol team. Ik zie ook heel wat renners van het team Argo Shimano in de voorwacht. Ook zij proberen op dit ogenblik mee het tempo op te drijven. Peloton ook op dit ogenblik bij ons aan de streep. 2 ronden nog. 2 local laps to go. Of each time 35 kilometers. Achterstand van het peloton 2 minuten en 16 seconden. In K actueel 2 minuten en 16 seconden. De gap between the leading group and the bunch. 2 minutes and 16 seconds. 2 minuten 16 is de exact opgemeten voorsprong voor de 4 op het peloton bij het overschrijden voor een allereerste keer in deze rit van de streep hier op de wandelaar gelegen, de Benokkeheist. Het is heel gevaarlijk als je gefilmd hebt. Als je in de kut naar je nacht komt, hè.